roomboter of margarine? Wat is jouw keuze? Vind je roomboter eigenlijk lekkerder, maar durf je het niet te eten omdat het slecht zou zijn voor hart- en vaatziekten? Nou, in deze uitzending ga ik kennis maken met mijn keuze. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Het is vandaag weer een heerlijke dag en we gaan het uitgebreid hebben over roomboter en margarine. En eigenlijk wil ik voor altijd de fabels uit de wereld helpen. Want ik weet echt dat er nog steeds mensen zijn die eigenlijk liever roomboter hebben, maar het niet durven te eten omdat zelfs de gevestigde orde zegt dat roomboter niet oké is. Nou weet je, ik geef daar mijn mening over en uiteindelijk moet je zelf doen wat je daarmee wil. Ik ben geen dokter, geen arts, maar ik laat alleen weten hoe ik zelf tegen roomboter aankijk. En tegen margarine natuurlijk ook. Nou, fijn dat je erbij bent. Heel veel mensen zitten hier iedere week om 9 uur klaar, maar er zijn ook vaak nieuwe mensen. Maakt niet uit, iedereen is van harte welkom. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de wereld te maken. Eigenlijk ben ik zelfs voor een medicijnvrij Nederland, voor zover mogelijk. Maar je hebt natuurlijk altijd situaties dat echt niet kan. Maar hoe minder medicijn, hoe beter het eigenlijk is. Nou, ik zie al een aantal mensen binnenkomen. Even kijken hoor, ik zie Ria is erbij, die gaat weer een prachtig blogbericht van schrijven. Simone, Yvonne, Anneke, Vera, Ina, Adi, ja, er komen er nog steeds meer binnen. Hartstikke fijn, welkom lieve mensen. Ik heb meteen een vraag aan jou als kijker. Wat gebruik jij, roomboter of margarine? Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het even weten via de chat en laat gelijk weten wat de reden is waarom dat jij of roomboter of margarine gebruikt. Catharine, Dini, Cora, Yvonne, 2 Yvonnes, 3 Yvonnes. Goed zo, lieve mensen. Nou, wat ga ik behandelen om te beginnen? Wat is margarine? Hoe kon het zo populair worden? Dan, wat is roomboter? Dan, wat verschil is tussen die twee? Dan, hoe het wordt gemaakt? Welke ingrediënten heeft margarine? En waarom heeft margarine een gezond imago? Dan, wat is er ongezond aan margarine? Dan is de vraag, is halvarine beter? Nou, dan gaan we heel even kijken naar moderne producten. Dan de voordelen van roomboter. Waar let je op als je roomboter koopt? Het recept van morgen krijg je zo meteen de ingrediënten. Een heerlijke ouderwetse roomboterkoek. Echt, hij is echt super lekker. Hij was al op, anders had ik een stukje kunnen laten zien, maar hij was al op in de pop. Dan het recept van morgen en het thema van volgende week. Dus we hebben echt weer heel veel te doen. Dan ga ik even kijken naar de reacties. Henny zegt, ik gebruik halvarine omdat het voor mijn gevoel minder calorieën bevat. Goed onderbouwd Henny, ik kom er zo meteen op terug. En misschien dat je dan overstapt, misschien blijf je het gewoon doen, maakt me niet uit. Maar ik laat gewoon weten hoe ik er tegenaan kijk. Vera roomboter, ik heb geleerd dat dit gezonder is dan margarine. En waarom horen we straks van tante Nettie? Ja, ga je zeker horen. Simone zegt altijd roomboter, lekkerder en gezonder, 2-in-1. Ina zegt in margarine zit veel troep. Anneke zegt uiteraard roomboter, dat is de echte boter. Ja, roomboter. Allemaal, bijna allemaal roomboter. Oh, Hetty, je bent de enige tot op heden. Nou, misschien ga je gewoon overstag strakjes, maar dat maakt niet uit. Kijk maar. Nou, wat is margarine? En dan ja, is gelijk eigenlijk al de toon gezet. Margarine is een smeersel dat lijkt op boter. Maar eigenlijk heeft ze met boter niks te maken. Het is een zeer bewerkt product. Nou, er zijn mensen die zeggen, joh, roomboter of margarine lijkt op plastic. Nou, het verschilt inderdaad 1 molecuul van plastic, maar het zegt eigenlijk niks. Ik heb altijd gedacht dat dat wel belangrijk was, maar ik heb voortschrijdend inzicht opgedaan. Dus het maakt eigenlijk niks uit. Er zijn wel meer producten die gewoon maar 1 molecuul van elkaar verschillen. En toch allebei hartstikke gezond zijn. Dus weet je, er wordt soms wel mee geschermd. Ik heb het ook gedaan in het verleden, maar dat zegt eigenlijk niet veel. Lijkt op plastic, maar zegt niks. Misschien wel leuk om te weten hoe roomboter of hoe margarine ontstaan is. Vroeger in het leger van Napoleon kregen de soldaten altijd roomboter op hun brood. En op een gegeven moment waren ze dagenlang
kwam van huis. En toen zagen ze dat het roomboter, dat het ging... op de brood weet ik even niet, maar ze kregen roomboter te eten. En op een gegeven moment ontdekte ze dat na dagen reizen en oorlog voeren dat die boter beschimmelde. En weet je, je moet voor de grap eens, en ik heb het een keertje uitgetest, je moet voor de grap eens een keertje kruidenboter maken van roomboter met allerlei kruiden die erin horen. En ook kruidenboter maken van margarine met alle kruiden die erin horen. Zet je het bij elkaar in de koelkast, goed in de gaten houden. Op een gegeven moment hebben de beestjes, de bacteriën, hebben de roomboter wel gevonden en de margarine niet. Dus zelfs die bacteriën, die eencellige organismen, die zijn... dat klinkt heel flauw, slimmer dan de mens. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar zelfs de bacteriën hebben door dat roomboter een veel gezonder en beter product is dan margarine. Want margarine zal eigenlijk never nooit bederven. En roomboter bederft eigenlijk in vrij korte tijd. Dus dat vind ik op zich al een hele belangrijke. Nou, op een gegeven moment kregen dus de soldaten door dat hun boter allemaal beschimmelde. En toen heeft een scheikundige de opdracht gekregen om een margarine te maken op basis van rundvet. Eén die dus langer mee zou kunnen gaan en niet zou beschimmelen op de reizen en tijdens de oorlog voeren. Nou, dat werd een product op basis van rundvet. Nou, later zijn ze de onbewerkte vetten gaan vervangen door zwaar bewerkte plantaardige vetten. Daar werd het echt niet beter van, dat zal ik zo meteen uitleggen. En de eerste fabriek die dit product maakte is een van de grondleggers van Unilever. Dus toen is eigenlijk al de basis gelegd voor Unilever. En toen zijn eigenlijk al de fabrieksproducten ontstaan. Maar goed, er was een speciale reden voor. Want je kan je afvragen, hoe kon margarine, in vredesnaam zo populair worden? Want eigenlijk was het altijd roomboter wat de klok sloeg. Maar roomboter, er was zoveel vraag naar dat het steeds duurder werd. En de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde mens kon toen geen roomboter meer betalen. En toen zijn ze overgegaan op margarine. Maar roomboter was altijd beter, onder andere door vitamine D. Maar dat moest dan ook in de margarine gestopt worden. Dus het werd verplicht om vitamine D in de margarine toe te voegen. Dus toen werden qua gezondheid, qua vitamine D, werd de roomboter en margarine in principe gelijk. Nou, en omdat roomboter een stuk duurder was, zijn alle mensen, veel mensen, zijn toen uiteindelijk margarine gaan eten. Nou, toen uiteindelijk, het was nog steeds even vet als roomboter. Toen kreeg Unilever de opdracht om een margarine te maken met minder vet. Want vetten kregen in die tijd de schuld van alle hart- en vaatziekten en andere ziektebeelden. Nou, toen is er dus een halverine gemaakt door Unilever en later in 1995... Ik zeg het niet goed. Eerst heeft Unilever B-cel gemaakt. Was ook zogenaamd al beter voor hart- en vaatziekten. En later in 1995, toen is pas halverine gemaakt. Dus heeft eigenlijk de hele tijd geduurd voordat op de markt kwam. Nou, dan eventjes de vraag, wat is roomboter? Wat is roomboter en hoe populair is het? Yvonne zegt, ik zag een foto van jou met bio-roomboter zonder zout. Ik kom er zo meteen op terug, Yvonne. Ja, heel goed. Nou, roomboter is afgeroomd melkvet. En het vetgehalte moet zijn tussen de 80% en 90%. En er is ongeveer 20 liter melk voor nodig om een kilogram roomboter te maken. Dat is best een pittige milieubelasting. Maar wat er overblijft wordt natuurlijk niet weggegooid. Er ontstaat dan karnemelk, wordt ook gewoon gebruikt. Het is voor mij geen reden om geen roomboter te gebruiken. Maar goed, dat is eventjes een ander verhaal. Maar vroeger, toen het dus ook steeds duurder werd, in eerste instantie gebruikten alleen de boeren het. Hè? De boeren die maakten de roomboter en die gebruikten het in eerste instantie alleen zelf. Later ging het vermarkten op de markt. Maar het was nog steeds duur. En toen uiteindelijk is roomboter op industriële manier gemaakt. En toen kwam er meer vraag naar. Toen werd het ook naar verhouding, ja, roomboter is nog steeds duurder. Werd naar verhouding wel iets goedkoper, maar het bleef toch een beetje een twijfelpuntje. En uiteindelijk is de roomboter helemaal in de ban gedaan. Want in de tweede helft van de 20e eeuw, toen kreeg vet werkelijk overal de schuld van. Dat was in het jaar 1967. Toen heeft de overheid een brief uitgedaan, een verordening uitgedaan. Dat alle gezondheidsklachten ontstonden door te veel vetten. En vooral hart- en vaatziekten. Toen is vet in de ban gedaan en toen is er meer koolhydraatrijke voeding ontstaan.
En toen is het pas echt fout gegaan. Toen in 1967 dus koolhydraatrijke voeding werd geadviseerd in plaats van vet. Het is meer koolhydraten dan vetten. Toen waren de rapen echt gaar. En toen zijn de mensen veel zieker geworden. Meer overgewicht, meer hart- en vaatziekten. Toen ging het pas echt fout. Dus dat is wel een dingetje. Margarine en roomboter werden in die tijd minder populair omdat vet eigenlijk in de ban gedaan werd. Nou, dat is een hele grote fout geweest, want door die koolhydraten is de ellende pas echt goed begonnen. En nu in deze tijd hebben mensen dat doorgekregen en nu zijn de mensen juist meer vet gaan eten en minder koolhydraten. Maar nou zijn ze doorgeslagen naar te weinig koolhydraten, dat gaat ook fout. Dus waar ligt nou ergens eigenlijk de gulden middenweg? Nou, aan het eind van dit verhaal zal ik uitleggen waar de gulden middenweg ligt. Krijg je zo meteen van mij te horen. Maar dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te weten. Nou, dan eventjes, wat is het verschil? Ik spiek af en toe, daarom zie je mijn ogen afdwalen. Wat is het verschil tussen roomboter en margarine? Margarine is geen boter, want het bevat geen melkvet. Het is een sterk bewerkt product. Margarine is echt een knutselboter. En natuurlijk, roomboter wordt ook een beetje bewerkt, want het komt niet uit uier van de koe. Ik bedoel, er komt melk uit die uier. Dan die melk die moet bewerkt worden om roomboter uit te maken. Maar het verschil tussen bewerking van roomboter en margarine is echt onvoorstelbaar groot. Want roomboter wordt er heel veel stof aan toegevoegd. Margarine worden heel veel stof aan toegevoegd. En roomboter worden geen extra ingrediënt aan toegevoegd. Dat is gewoon melk waar boter uit gemaakt wordt. Nou, het is een wereld van verschil aan ingrediënten tussen margarine en roomboter. Nou, dan is er een ongelooflijke uitgebreide uitleg hoe roomboter en margarine gemaakt worden. Ik denk, jongens, als ik dat in deze uitzending ga uitleggen, dan zit ik hier vanavond om 12 uur nog. Nou, een grapje. Maar toch, Ria gaat een blogbericht schrijven. In dat blogbericht wordt uitgebreid beschreven hoe margarine gemaakt wordt en hoe roomboter gemaakt wordt. En dan ben je er echt klaar mee. Dan wil je nooit meer margarine op je brood. Ik kan wel een klein beetje over zeggen, maar het is echt ongelooflijk. Het productieproces van margarine. Nou, spiekbriefje. De olie wordt uit de zaden geperst en hoe meer persing, hoe slechter de kwaliteit wordt. Maar ze willen toch het laatste drupje eruit persen om maar zoveel mogelijk eruit te halen. Nou, dan worden alle restanten van eiwitten, vitamines en mineralen, dus de voedingsstoffen, worden eruit verwijderd. Daarna wordt de olie gebleekt met filters. Zo worden ook chlorofyl en beta-carotene verwijderd die in roomboter zitten. Worden verwijderd bij een temperatuur van 110 graden. Maar helaas zijn alle onverzadigde vetten niet bestand tegen licht, hitte en zuurstof. Dus dan gaan die ook allemaal naar de galamiezen. Nou, dan de volgende stap is deodoriseren, dus de geur neutraliseren. Ook dit gebeurt bij hoge temperatuur van 250 graden. En vervolgens is het nodig dat dit product ook nog eens houdbaar gemaakt wordt. Nou, als ik dit zo lees, denk ik, jongens, aan mijn lijf geen polonaise. Er komt bij mij 0,0 margarine in huis. Dus echt onvoorstelbaar hoe het gemaakt wordt. En dit dus. Dus lieve Henny, ik wil jou niet tekort doen, maar ik las inderdaad dat jij nog steeds margarine gebruikt. Maar ik hoop werkelijk dat je voor je gezondheid kiest en dat je van nu af aan overstapt op echte roomboter. Ook dat staat in mijn blogbericht, hoe roomboter gemaakt wordt. Ja, weet je, dat is zo'n ongelooflijk verschil. Dit is gewoon één product, alleen melk. En als je kijkt wat er bij halverine komt kijken, en weet je, bent echt niet de enige. Dit is niet om onaardig te doen, maar gewoon om je echt bewust te maken, joh. Wat kun je eigenlijk beter doen dan de margarine? Nou, ik heb wel gelijk de toon gezet. Dan gaan we gelijk kijken naar de ingrediënten van margarine. Het is een mengsel van sterk bewerkte plantaardige vetten. Vitamine A en D3 worden toegevoegd. Het is tegenwoordig dus verplicht. En daardoor staat wat dat betreft gelijk een roomboter. Er wordt toegevoegd gemodificeerd zetmeel, aroma's, emulgatoren om het smeerbaar te maken, glucose en kleurstoffen. Nou, denk je, of je een emmer leeg wordt. Het zit allemaal in dat ene mooie pakje margarine. In roomboter zit alleen melk, maar in margarine, daar zit dus al die zooi. Dus ja,
dat is gewoon een punt. Ik zie heel veel vragen binnenkomen, hartstikke fijn. En ik zie ook dat Ria bezig is met de vragen te beantwoorden. Dus Ria, dankjewel. Echt super, dankjewel. Nou, waarom heeft margarine dan zo'n gezond imago? Die vraag kun je zelf echt stellen, hè? Er kunnen heel veel vragen nu naar boven komen. Waarom staat het dan zo als gezond bekend? Nou, om te beginnen door een ongelooflijk sterk marketing. Zelfs door officiële instanties. Zelfs bekende bureaus. En ik wil niet flauw doen, ik ga geen naam noemen. Maar zelfs de officiële instanties, die doen aan marketing en zeggen dat margarine veel goedkoper is. Maar er zit ook een veel hogere marge op. Dus er wordt veel meer aan verdiend. Dan is er een claim dat margarine zou helpen tegen hoog cholesterol. Want er zitten plantesterolen in. Plantesterolen zijn plantaardige stoffen. Maar er zitten stoffen bij die plantesterolen die juist het cholesterol verhogen in plaats van verlagen. Nou, en dan is margarine van plantaardige oorsprong. En daarom lift margarine mee op de populariteit van plantaardige voeding. Er is een enorme hype op dit moment. En denk maar aan het vegetarische, aan het veganisme. Dat is enorm populair. En margarine is dus plantaardig en lift mee op de populariteit van plantaardige voeding. Dat is natuurlijk eigenlijk heel makkelijk om dat zo te doen. En dan zou verzadigd vet slecht zijn, nog steeds. Maar in margarine zit net zoveel vet als in roomboter. En zelfs van verkeerde oorsprong. Dus ja, wel van plantaardige oorsprong. Maar dat is allemaal super bewerkt, waardoor het eigenlijk nog veel slechter is. Dus weet je, kunt je echt oprecht afvragen, kan ik nog wel met een goed fatsoen margarine gebruiken? Nou, ik zie dat Ina net binnenkomt. Ina, welkom. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Ik denk echt dat je de uitzending even na kunt lezen. En voor iedereen die het blogbericht wil lezen, verschijnt morgenavond om 8 uur op deze pagina. En zondagavond rond 8 uur ontvang je de Eetlijn Praatjes. En daarin staat ook het blogbericht van deze week. En dan kun je die ook nog een keertje nalezen. Ontvang je de Eetlijn Praatjes nu niet, stuur dan even een mailtje naar nettie.bom@deetlijn.nl en dan krijg je van mij een link om je aan te melden voor de Eetlijnpraatjes. Iedere week Eetlijnpraatjes, behalve in de zomervakantie, met de meest uiteenlopende informatie. Nou, ik dwaal even af. Wat is er ongezond aan margarine? Nog eventjes een herhaling. Het zijn ongezonde vetten uit sojaolie, maïsolie, zonnebloemolie en palmolie. Dat zijn dingen die moet je eigenlijk net niet binnen willen krijgen. Dus eigenlijk allemaal ongezonde vetten uit die planten. Dan, tijdens het productieproces veranderen de vetten in transvetten. Die zijn zo mogelijk nog ongezonder dan de vetten die erin zitten. Maar ze worden omgezet omdat het smeerbaar gemaakt moet worden. Nou, die zijn super ongezond en daardoor krijg je meer last van laaggradige ontstekingen. Nou, als je mij al een beetje volgt, weet je dat ik echt, ja, die laaggradige ontstekingen zijn mijn stokpaardje. Hebben we toevallig een paar weken geleden ook erover gehad. Daarnaast zit er heel veel omega 6 in margarine. Ook een B-cel, heel veel omega 6. En die omega 6 geeft juist ook weer laaggradige ontstekingen. En die omega 6 krijgen we al veel te veel binnen. Want we hebben drie hele belangrijke omega-soorten. Omega 3, omega 6 en omega 9. Dat zijn eigenlijk drie belangrijkste. Er zijn er nog meer. Maar die omega 3 en die omega 6 zou je allebei in gelijke hoeveelheden binnen moeten zien te krijgen. Want ze zijn allebei goed, maar eigenlijk allebei evenveel. Maar door de West-Europese voeding krijgen we veel meer omega 6 binnen dan omega 3. 20 keer zoveel. En als je nou nog margarine gaat eten of halverine of B-cel, krijg je nog meer omega 6 binnen. Dus margarine, B-cel, halverine en eigenlijk alle omega 6 drastisch verminderen en de omega 3 omhoog en daardoor kom je eigenlijk in een nieuwe balans. Dus daarom is het zo belangrijk. En dan zit er dus in die halverine en margarine heel veel ongezonde toevoegingen. Daar heb ik het eigenlijk net al over gehad. Nou, dan de vraag, is halverine beter? Nou, margarine bevat dus evenveel vet als roomboter. En daarom is er op een gegeven moment halverine op de markt gebracht. Maar het is ongeveer hetzelfde qua kwaliteit als margarine. Er zit alleen iets meer water bij en iets meer emulgatoren voor de smeerbaarheid. Dus eigenlijk is halverine net zo slecht als margarine. En ik kan alleen maar zeggen, mensen, ja, Unilever is niet blij met mij. Maar alsjeblieft, blijf er ver vandaan en ga met mate
roomboter gebruiken. Geen grote dikke lagen, maar gewoon een schrapje roomboter op je brood is gewoon helemaal prima. Nou, dan ontstaan er ook steeds meer moderne producten. En ze vliegen als rond je oren tot en met. Als je de reclame bekijkt, dan heb je dat merk smeersel, dan dat merk margarine. Steeds meer verschillende merken. En al die plantaardige boters, die worden bedacht door de voedingsmiddelenindustrie. Allemaal omega 3 toegevoegd. Dan staat er op de claim palmolievrij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want het is echt heel erg hot. Palmolievrij vanwege al die wouden die gekapt worden. Al die palmbomen, dus palmolievrij doet het echt heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat het gezond is. Het kan wel palmolievrij zijn, maar het hoeft echt niet gezonder te zijn daardoor. Nou, dan staat er zelfs op de etiketten verrijkt met vezels, lieve help. Er zit een heel klein beetje algeolie in, maar dat is zo minimaal. Dat zegt eigenlijk helemaal niks, alginaat. Maar dat zegt totaal niks. Maar er wordt dan gebruikt als claim dat het zo gezond is. Nou, er staat erop goed voor hart- en bloedvaten. Nou, echt een wassen neus. Lactosevrij, ook zo'n modewoord. Plantaardig, nou dat is heel fijn, maar wil niet zeggen dat het daardoor zo gezond is. En er staat er ook nog op 100% natuurlijk. Nou, als er iets 100% natuurlijk is, dan is het wel roomboter. Dus lieve mensen, alsjeblieft, het kan wat mij betreft allemaal in de kliko. Ik ben misschien een beetje kort door de bocht vandaag, maar ik wil die mythe over roomboter en margarine en halverine, die wil ik gewoon de wereld uit hebben. Want waarom is BCL zo populair? Omdat de voedingsmiddelenindustrie heeft met, ja, ik moet eigenlijk, ja, Unilever, ik ga het nou toch even op het woord gooien. Unilever betaalt alle onderzoeken van de Hart- en Vaatstichting, van de Hartstichting. Dus geen wonder dat het enorm gepromoot wordt. Maar ondertussen worden mensen er uiteindelijk alleen maar zieker van. En er is nog een nadeel. Omdat wij denken dat margarine en halverine gezonder is, gaan we er meer van gebruiken. En voor roomboter, weet je het gewoon, het is verzadigd vet. Een schraapje op je eetlijn boterhammetje, prima, allemaal goed. Maar geen grote hoeveelheden. En dat halverine en margarine en zeker BCL een gezond imago hebben, denken wij, jongens, we doen toch gewoon een schrapje meer. En daardoor pak je er juist te veel van. En dat maakt het dan ook weer ongezond. Dus zo, ja, eigenlijk kom je van de regen in de druk terecht. Nou, dan toegevoegde vitamines. A en D is verplicht, maar dat staat er dan op. Maar dat is eigenlijk normaal, omdat het bij alle margarines zo is. En dan de keurmerken, maar die zeggen totaal niks over de gezondheid. Echt 0,0. Nou, dan welke voordelen heeft roomboter? Het is puur en zeer gezond met vele voordelen. Er zitten melkvetten in, vitamine A, D, E en K2. Die zitten allemaal standaard in roomboter. Er is geen verband aangetroffen tussen vet eten en hart- en vaatziekten. Ik heb het al gezegd. We zijn in 1976 minder vet gaan eten en meer koolhydraten. Toen is de ellende pas goed begonnen. Dus er is geen verband aangetroffen tussen vet eten en hart- en vaatziekten. 0,0. Juist andersom. De vetten uit roomboter zijn korte keten vetzuur. Die zijn licht verteerbaar en daardoor juist beter tegen hart- en vaatziekten. Of beter voor hart- en bloedvaten. Maar nogmaals, geen hele grote hoeveelheden. Hè? Dus een smeerseltje is prima, ga niet overdrijven. Nou, dan zitten er ook transvetzuren in, zeggen de mensen. Want daar schermen mensen dan wel eens mee. Of mensen, maar vooral de voedingsmiddelenindustrie. Ja, maar in roomboter zit ook transvetzuren. 2-3%. Maar die zijn anders van aard dan de transvetten in margarine. Dus eigenlijk, ja, minder schadelijk of niet schadelijk. Dus al dat soort dingen moet gewoon even onder een groot vergrootglas leggen. Om te kijken wat wordt ermee bedoeld. Wat wordt er gezegd en wat wordt er bedoeld. Nou, welke nadelen heeft roomboter? Toch ook leuk om te weten. Niet te veel. Als je te veel roomboter eet, wordt het vet opgeslagen en krijg je overgewicht. Maar dat is dus niet slecht voor hart- en vaatziekten. Maar te veel roomboter kan uiteindelijk overgewicht veroorzaken. Weet je, ik pak bijna elke dag een lekkere plak eetlijn brood. Ja, ik pak bijna altijd de kruidkoek. Vind ik echt super lekker. Lekker met walnoten erin, cranberries erin. En doe ik een flinke schrap roomboter op. En voor de rest gebruik ik olijfolie. Is er niks aan de hand. Dus weet wat je doet. Nou, dan, mocht je nou echt geen lactose of melkeiwit kunnen verdragen, ga dan over op ghee. Ghee is een heerlijke vervanging van roomboter. En er is al de lactose uitgehaald en de caseïne is eruit. En dat is gewoon een heerlijk product voor mensen met lactose-intolerantie of caseïne-intolerantie.
Ghee is ook eigenlijk hartstikke lekker. Ik bak er heel veel mee. He, met mijn koekjes, mijn cakejes, mijn roomboterrecept. Je kan met roomboter maken, maar ook met ghee is ook echt hartstikke lekker. Goed, lieve mensen, dat was het. Ik was weer enorm op hol. Ik wilde alles tegelijk vertellen. Dankjewel voor je geduld. Oké, nou, wat heb je nodig voor deze heerlijke, heuse roomboterkoek? Om te beginnen 100 gram biologische roomboter. En ik ben groot fan van de biologische grasroomboter ongezouten. Ik heb hem hier weer bij me. Maar dit is geen grasboter, maar wel biologisch en ongezouten. Wil ik echt een grasboter? Dat is van koeien die dus in de wei lopen. En die ook langer doorlopen in de wei. Dat is eigenlijk de allerbeste. Maar dan moet ik voor naar de stad rijden. Dan heb ik het niet altijd voor over. Het lukt ook niet altijd. Soms bestel ik het bij de groothandel. Maar dat is eigenlijk de allerbeste biologisch dynamische ongezouten grasroomboter. En dit is een goed alternatief, biologische ongezouten roomboter. Maar die dynamische is gewoon nog beter. Nou, voor het recept van morgen dus, 100 gram biologische ongezouten grasroomboter, biologisch dynamische, of eventueel half om half met ghee of helemaal ghee, dat kan allemaal. Dan 45 gram erythritol, dat is een suiker gemaakt uit gefermenteerde groenten. Je hebt citroensap nodig, 1 eetlepel. Dan 20 gram kokosmeel, 25 gram lupinemeel, 8 gram psylliumvezels. Dan optioneel, en dat is echt super lekker, 15 gram geraspte kokos. Dan wordt hij echt lekkerder van en geeft ook een heerlijke bite. Dan een snuf Himalaya zout. Dan een halve theelepel vanillepoeder. Vanille bourbonpoeder en 1 biologisch ei. Dat heb je nodig voor deze heerlijke boterkoek. Ik vind hem met ghee vind ik hem nog lekkerder als met roomboter. Nog ietsje smeuiger en dat geeft gewoon een heerlijke speciale smaak aan. Moet je wel van houden. Oké, lieve mensen. Nou, er komen leuke reacties binnen. De Ria die is allemaal aan het reageren. Hartstikke fijn. Marie Claire zegt, ik koop mijn roomboter rechtstreeks bij de boer. En in de ziekenhuizen allemaal halvrienden of bij cel. Ja, ja. Het zit allemaal hier tussen de oren. Oh, dan gaat mijn... Hij gaat op zijn kant. Oh nee, hij doet weer gelukkig. Nou, dan het thema van volgende week. Gaan we het hebben over suikerrijke voeding. Nou, daar weet ik natuurlijk al heel veel van. Maar vooral hoe je die dan uiteindelijk kunt vervangen. Want ik krijg veel mensen bij mij in de praktijk zeggen, ik eet geen suiker, maar ik eet wel bijvoorbeeld agavesiroop of dadels of dat soort dingen. Maar dat is net zo goed suiker. Hè, dus het is heel belangrijk, hoe ga je suikerrijke voeding vervangen? Nou, daarover meer volgende week. Goed, lieve mensen, mocht je nou de ingrediënten nodig hebben, dus het zijn ghee of de kokosmeel of de lupinemeel, je vindt het allemaal in de webshop van de Eetlijn. Als je het vanmiddag voor 3 uur kunt bestellen, gaat het vandaag nog op de bus. Dus dat beloof ik je met de hand op mijn hart. Ik ga het hoogstpersoonlijk inpakken en naar de Jumbo brengen waar mijn postagentschap is. Dat vind ik gewoon helemaal leuk om te doen. Lekker die pakketjes inpakken met heel veel liefde en zonder roomboter. Goed, lieve mensen, dit was het. Ik wil je bedanken voor het liken en het delen. Ik wil Nederland het allergezondste land van deze wereld maken. En hoe meer mensen deze uitzending gaan liken en delen, hoe meer uiteindelijk mensen gezonder kunnen worden. Hoe meer mensen ik kan bereiken. En hoe dichter ik bij mijn grote missie kom. Nou, dit was het voor vandaag. Hartstikke fijn weekend en tot volgende week. Groetjes. Doeg. Doei doei.